Dus ik ga de tafel nu goed schoonmaken. En dan kan ik weer gaan inruimen. Het komt overal vandaan. Dus, oh. Ja. Mineetje. Het is weer maandag. En dat betekent dat we weer naar school moeten en vroeg eruit zijn gegaan. Wat was dat? De meiden zijn op school. Boodschapjes zijn gedaan. Dus ik ga de tafel nu goed schoonmaken. En dan kan ik weer gaan inruimen. En daar heb ik echt gewoon zin in, want dan is mijn eettafel eindelijk dadelijk weer leeg. Dus let's go! En dit is dus een beetje het kleurenpalet wat ik wil doen. Nou, ik pak de kleuren niet helemaal mooi op. Ik heb die kandelaars, die heb ik natuurlijk in Amsterdam toen gehaald. Die vind ik echt heel gaaf. Nou, mijn orchidee die helemaal uitvalt, dus ik moet echt een nieuw hebben. Dit plantje, vleeseetplantje, dit vond ik wel grappig. Ik had die stolp nog. En Sarah heeft die kikkerpas gekregen. Die vond ze helemaal geweldig. Ik denk, oh, dan doe ik hem in de stolp. Dat vond ik wel heel leuk te uitzien. Heel de woonkamer aan kant gemaakt. En heel gedeeld schoongemaakt. Maar echt, ik heb me echt vergist in hoeveel stof er vrijkomt van het schuren in de kamer. En natuurlijk al het zand van de tuin. Het komt overal vandaan. Dus ik was echt wel heel blij dat die meiden nu bij mij lunchen vandaag. Wat dat betekende dat ik even gewoon eruit kon, even ermee kon stoppen, want ik was er eigenlijk klaar mee. Dus ik ga ze nu lekker halen. Het is droog en het is niet super koud. Dus daar ben ik ook wel blij om. Gaan we even een uurtje gezellig doen. En dan mag ik weer verder. Maar goed, allemaal voor een goed doel. Ah, ze hebben goed gegeten en ze zijn zo lief aan het kleuren. Allebei voor de juf, echt super leuk. Sarah. De meiden zijn weer op school. En toen dacht ik, ga het eten klaarzetten. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik allemaal boodschappen heb gedaan. Dat ik één ding niet op mijn lijstje had staan. En dat heb ik veel nodig. Echt top weer. Dus als ik zo Sarah uit school ophaal, moet ik gewoon nog terug. Alleen voor crème fraîche. Maar ik kom anders gewoon niet uit. Oh, daar baal ik zo van. Echt. Dan denk je dat je helemaal bij bent. En dan voor één ding. Maar ja, wat ik vanavond wil maken, ik heb echt crème fraîche. Dus, oh, ja. De tijd vliegt zo vandaag. Echt, ik wilde zoveel doen. En ik heb de helft daarvan gedaan. En nu zo terug naar de supermarkt. En daarna ga ik gewoon echt even tijd dingen samen doen met Sarah. Wat waarschijnlijk de switch wordt. Want dat is echt wel haar favoriet momenteel. Maar ik merk dat als je het zo druk hebt, ik heb het niet verwaarloosd of zo. Dat gaat echt veel te ver, maar ik had wel iets meer tijd samen met haar kunnen besteden. Dus dat gaan we dan dadelijk even doen. En dat is sowieso niet lang, misschien 3 kwartier, want dan moet ik alweer gaan koken. Ik vind de tafel trouwens echt leuk. Jullie zien het niet, maar achter jullie staat het helemaal ingericht. Ik vind het echt wel heel gezellig staan. En Sarah vond de kikker trouwens helemaal leuk erin. Ik denk echt met Sarah, het wordt even afwachten of ze zegt echt, oh leuk. Of ze zegt, mam, wat heb je nou weer gedaan en waarom doe je dat? Maar ik kreeg een enthousiaste reactie, dus ik was helemaal blij. Ik vind hem zelf ook wel grappig staan. En Marco zag hem, die was weer thuis. Die is nu in de tuin bezig. En die zei ook al van, oh nou, best wel grappig. Dus ik heb het zomaar een keer goed gedaan. Was net super gezellig met Sarah. Daarna ook een beetje samen gekookt. Hebben we gegeten. Sarah die is op bed. Marco is een tentje voor haar aan het bouwen. En die gaat slapen en ik moet eigenlijk editen, maar ik heb eigenlijk meer zin om gewoon verder te gaan Mario karten. Ik heb net ook echt één toernooi gedaan voor 1 cup. Ik vind het echt leuk, maar ik denk dat dat ook is omdat ik het gewoon heel erg lang niet meer gedaan had. Dat je dan er helemaal in zit weer. Maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Misschien dat ik het mix. Dat ik edit en dan race en dan edit en dan race. Misschien ook wel een idee.
Ik heb lekker rijstwafels met pindakaas gemaakt en thee. Ik ben helemaal bij met editen. Alleen nog renderen alles, maar ik ben van nu helemaal bij. En nu ben ik alleen en ga ik lekker Jane the Virgin verder kijken. En zo zie je het ene moment helemaal vrolijk in je serie en echt het volgende moment zomaar uit het niets knikkenbollen. Dus ik ga snel mijn bed in. En ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!